20 jaar lang. En hij blijft filmen. Hij is niet meer zo mobiel als 20 jaar geleden. Maar iedere keer is hij hier weer. Nou, dus dat is Rinus. Nou. Ja. Waar ik iets over ga vertellen. Ja. Doe maar voor die film. Wat Charles al zei, want jullie rondtijd zijn Charles en Koert. De groep wordt zometeen gesplitst. Waar stel je haar op praten? Het orgel is ook een stukje erfgoed van Brabant, van Oosterhout. Het orgel, een stukje, een klein stukje geschiedenis, voordat ik hem laat draaien. Ik ben ook de orgel draaien. Het orgel is gebouwd in 1925 in België, dus 97 jaar geleden. En heeft 40 jaar dienst gedaan als dansorgel in een café. Oh. Want vroeger was er niks. Ja, je hebt nu je smartphone natuurlijk met 683.000 stukjes muziek. Maar dat was het toen niet. Dus dat is in een kroeg gezet. Daar heeft hij 40 jaar dienst gedaan. In 1965 is het orgel aangekocht door een voormalig raadslid van de gemeente Oosterhout. Hij heeft hem na zijn pensionering, na 12 jaar, geschonken aan de gemeente Oosterhout. En de gemeente Oosterhout heeft hem ondergebracht in de stichting Abraham Orgel. Abraham Orgel, waarom? Omdat de, al sinds 60 jaar de mannen van 50 jaar en ouder, die worden een dagje uit aangeboden door de gemeente Oosterhout en de omgeving. En daar speelde dit orgel en vandaar het Abraham Orgel. U ziet zo meteen aan de voorkant, en we gaan de rondleiders ook over uitleggen. Ziet u schilderingen en u ziet ook Abraham. Dat wordt ook dit is een boekorgel. U kent wellicht de oude orgels met zo'n messing speel met allemaal tandjes erop. Maar dat was en duur, het sleet snel en het was na ieder rondje hetzelfde muziekje. Nou, toen is daar een man geweest. Die heeft iets anders bedacht en die heeft daar in 1892 in Parijs, waar hij woonde, patent op aangevraagd. Dat is geaccordeerd en dat is een boekorgel. En een boekorgel is feitelijk, dit zijn de boeken en je kunt een dun boekje hebben en je kunt zo'n dik boek hebben. En dat wordt geprogrammeerd, daar moet je muzikus voor zijn. En dan zie je allemaal van de toonlappen van hoog naar laag. En allemaal verschillende openingen. Die openingen, die komen hier langs allerlei tandjes, dat noemen ze toetsen. Dan gaat dat toetsje omhoog en daarachter moet u zich realiseren, daar staat een grote kast, of is een grote kast gemonteerd met slangetjes, met klepjes. En zo gauw zo'n toetsje omhoog komt, gaat de lucht door, het klepje gaat open. En de orgelpijpjes worden aangestuurd en dan hoort u de muziek. Dus dat is het boekorgel en dat is dus uitgevonden in 1892. Ik ga u nu een stukje muziek laten horen van Het leven is goed in het Brabants land. Want we zijn in Brabant en ik weet niet of u Brabander bent, ja of nee. Ik zie iemand met een duim omhoog, nou welkom, hartstikke goed. Ik laat het even horen, u kunt het hier zien. U kunt daarna die kant op en dan kunt u het ook horen, nog beter horen, want u hoort het hier ook. Er staan ook schilderingen op en waarom die schilderingen erop staan en hoe dat gekomen is, dat gaan de rondleiders u vertellen. Ik ga een stukje muziek draaien, u kunt hier kijken en daar. En trouwens, ik kan hem niet harder of zachter zetten. Thank you.
Thank you.